ben sinds de oprichting lid van ASV Fortjes. En toen ben ik ook in het jeugdbestuur gaan zitten. Dus ik ben eigenlijk al bestuurder vanaf mijn 16. En dat is nu ongeveer 50 jaar. De eerste 3 jaar was ik geen secretaris van de club, was ik alleen bestuurslid. Na 3 jaar ben ik secretaris geworden, omdat de secretaris van mij stopte. Sinds die tijd ben ik al bij het overschrijving gebeuren ook betrokken. Kom binnen, mannen. Dit is de overschrijving van meneer Choi. Ja. Je hoort altijd de verhalen in de wandelgangen. Die gaat weg, die komt, die gaat natuurlijk niet weg, die komt wel. Maar je moet het allemaal zien wat er gebeurt. En op de avond zelf dat je zit met overschrijving, dan zie je pas welke mensen er komen en welke mensen er weggaan. En een beetje hoe je ervoor staat als je per 1 augustus een nieuwe seizoen begint. Dan weet je hoe de teams ervoor staan. Of je nog teams genoeg overhoudt. Of spelers genoeg overhoudt voor een bepaald team. En dat is wel lastig. Jongen, ik zou zeggen welkom. Ja, dank u wel. En we zien elkaar binnenkort over een maand of anderhalf. Ja, begint het feest weer. Men staat nu veel gauwer over naar een andere club. Men voelt zich niet verbonden aan de club. Het is veel moeilijker om mensen te binden aan de club als vroeger. Vroeger werden de mensen geboren op het voetbalveld. En die bleven gewoon tot hun dood bleven bij de club. En dat is nu niet meer. Je kunt ook in de bus gooien thuis. Ja, dat is goed. Ja, dat komt. Als je me niet vergeet, hij moet wel eens overschrijven voor moet je inleveren. Die ik hem heb gegeven vorige week. Maar hij heeft hem nu gegeten. Dus nu is de periode wat verlengd. Dus het is niet meer zo spannend als toen het nog 31 mei was. Het gebeurde dat je 11:45 of even voor 12 uur bij de KNVB de overschrijving kwam brengen. Want exact om 12 uur ging de klep dicht. En er was geen overschrijving meer in de bus te gooien. Ja, dat is wel een rijke grond. Nou, de eerste die je kan bedenken, dat is Willem Kief geweest. Die is met Matthew begonnen en is toen van Matthew naar Ajax gegaan. Nou, je weet hoe zijn carrière is verlopen. Bij DEK hadden we Henny Meijer. Die is van DEK naar FC Groningen gegaan en daar aan de rand naar Ajax toe. En dan kan ik nog bedenken, bij Wilskracht komt Dennis Bergkamp vandaan, die naar Ajax is gegaan. En dan hebben we nog Gullit van Meerboys. Denny, hoe staan we ervoor, man? Ik heb 86 afmeldingen, ja. Inclusief de leden die we zelf willen afvoeren. Ja. Ik heb 36 nieuwe aanmeldingen en nog 31 KNVB-formulieren. Dus overschrijvingen? Overschrijvingen. Oké. Okay. Dus dat is weer netjes. Zijn we op de hoogte gesteld. Dan valt de schade ontzettend mee. Die ga ik van de week naar de KNVB brengen.